kop. Dus eerst staat Kaag in de Kamer Wilders uit te maken voor een verachtelijk mens. Ja. Even voorbijgaand aan het feit dat er 1 miljoen mensen op die man hebben gestemd. Dus wat zeg je dan tegen de stemmers, hè? Tegen de kiezers op de PVV? Veracht je die dan ook? Ja, ja, dat doet ze. Want in diezelfde documentaire zat ze natuurlijk op de achterbank van haar limousine. En zei, zat er zo'n poedelnaarster, zo'n spindokter. En die zei dan, ja, die mensen die op de Forum voor Democratie, wat zijn dat? En ze zei, wie zijn die mensen dan? Nou, ze kijkt zo ongelooflijk op ons neer. En dan gaat ze een ingezonden brief naar de Volkskrant sturen, waarin ze zegt, ja, de toon van het debat moet anders en het kan zo allemaal niet, het is allemaal gevaarlijk wat er hier gebeurt. En zelf gewoon liegen en bedriegen en draaien. En het is eigenlijk heel walgelijk als je erover nadenkt. We weten dat de grootste groep die in het ziekenhuis komt, dat is een hele duidelijke risicogroep. Dus we weten die risicogroepen, weten we al sinds vorig jaar maart. Overgewicht, suikerziekte, chronische hartaandoeningen, chronische longaandoeningen, ouderen. Leeftijd, ja. En dan is het onwijs vervelende ziekte. Ja. Maar laten we ons daar dan op richten. Met behandeling, met vaccinatie, met maatregelen, met voorlichting. 85% van iedereen die besmet raakt, die wordt er helemaal niet ziek van. Of die wordt er alleen maar verkouden van. Dus het gaat het hele denken over dat we moeten voorkomen dat mensen het krijgen. Dat vind ik pertinent onjuist. Je moet juist zorgen dat degenen die niet kwetsbaar zijn, die niet oud zijn, dat die het krijgen. Eigenlijk waar we vorig jaar maart mee begonnen. Want dat is je natuurlijke schild. Herd immunity. Herd immunity. En als het dan voor kinderen, als je ze dan als schild wil gebruiken, want daarvoor moeten ze zich nu vaccineren, laat ze dan gewoon hun leven leven. Laat ze naar festivals gaan. Laat ze feesten hebben. Laat ze met iedereen in contact komen en knuffelen. Ja. En laat ze het allemaal in contact komen met het virus. Juist in de zomer, waarin het in de ziekenhuizen rustig is. Ja. Want daarna zijn ze die bescherming naar de risicogroepen toe. En de vaccinatie die beschermt goed tegen ernstig ziek worden. Dus voor risicogroepen is het zinvol om dat te nemen. En die hebben we allemaal gevaccineerd. Dus die hoeven daar ook helemaal niet meer bezorgd om te zijn. Dit is een podcast van NPO Radio 2 en Pound. Oh, weer zo'n dag typisch Hollands. Ah, kijk nou joh. Er staat een blond chickie hier langs de weg. Zo dan. Wat een dag om uit te kiezen, hè? De paraplu was zo kapot. Dus daar had ik ook helemaal niks aan. Ah, oh, zijn hier gewoon natte regenen. Oh, Bruce, we zijn gewoon helemaal zijn nat. Troosteloos decor, maar wel een natuurlijk decor. Want het is groen en het regent. Dus, ja. Nou, en het fijne van deze zomer is, kijk, ik weet dat jij weer aan het sporten bent. Denk maar eraan, heb je gordel nog niet. Daar gaat het ook niet om. Maar ik moet natuurlijk nog 6 kilootjes kwijt. En nu kan je gewoon nog je winterkleding aan. Doe je riem weer voor me? Ja, ik doe toch mijn riem voor. Maar ik zit dan met die hond. Ja. Jij helpt ook niet. Ja, maar je weet hoe het werkt. Ik kan alles alleen doen hier. Je weet hoe het tegenwoordig werkt met de NPO. Kijk, als je in beeld komt dan ineens. Broersje ligt op zijn kop. Oh ja, dat net als Kaag. Net zoals Kaag. Dan moet ik geld op. Een keer in Nederland. Vandaag gaan we sowieso even over Kaag. Dat doen we zo meteen als we aankomen in de moestuin in Utrecht. Ja, de we zitten aan de randen van Utrecht. Ja. En we gaan spreken met een vrouw die ik bestempel persoonlijk. En hoe ieder een ander erover denkt, moeten zij weten. Als een van toch de meest moedige vrouwen van dit moment in de Nederlandse gezondheidszorg. Want die durft zich uit te spreken. Dat is tegenwoordig al moedig. Ja, ja, ja. Om je uit te durven spreken over datgene waar we eigenlijk allemaal een beetje mee zitten. Doe je het of doe je het niet? Prikkie zetten. Nou, Evelien Peters, want daar gaan wij mee praten. Zij is internist, maar ook voorzitter van het artsen-covid-collectief. Dat heeft ze ook opgericht. Dus zij is heel kritisch op de coronamaatregelen. Maar werkt ook gewoon in een groot ziekenhuis als arts. Kijk, en als jij hier die mensen naar dood rijdt, dan moet zij die dan weer, moet zij die weer oplappen. Ja. En wij hebben haar dus gewoon vandaag eens uitgenodigd om ook te praten over dat vaccineren van die kinderen. Hè? Ja. Van, is dat nou wel of niet een groot probleem? Daar ben ik vooral nieuwsgierig naar. En we hebben in de moestuin afgesproken, want het is hier allemaal heel macrobiotisch. En verse rabarber uit eigen tuin. Heerlijk. Rabarbersapjes gaan we drinken en voor onze gezondheid, hè? Daar doen we het allemaal voor. Welkom bij editie 25 van Op z'n kop. Bruce ligt al op z'n kop, zie je dat? Heb ik hem geleerd, hè? Ik zei, Bruce, je gaat mee op zomertour van Op z'n kop. Maar dan moet je wel leren op z'n kop liggen. Nou, kijk eens. Dat heeft hij goed afgekregen van het baasje. En is geprikt, hè? En geprikt ook nog. Nou, zo ligt het baasje nooit, hoor. Wat denk je nou van mij? Ik weet het niet. Nou, zeg, Bruce, we gaan snel eruit. Heeft die fucking sleutels dan weer gelaten? Dat is wel grappig, hè? 5.7.
8 cilinder. En we gaan naar een bio onderkomen. Laat ze maar niet zien. Op zijn kop. De Zomertour. Marianne Zwageman en Rick van Veldhuizen trekken het land in. Ja, en zijn aangekomen in Utrecht. Dat is eigenlijk wel Randstad, maar het is hier wel een buitenomgeving. Ja, maar sinds jij op Zomertour bent, en ik dus ook, is wel de zomer een beetje weg, valt me op. Ja, valt het op, hè? Op het moment dat wij het hebben over zomer, dan gaat de zon onder. Dat wij zijn heel raar. Tour de France of zo, dan gaat het meteen regenen. En valpartijen natuurlijk ook, veel valpartijen. Ja, jawel. Wij maken natuurlijk nu de podcast ook met beeld. Ja. Was je een beetje geschrokken vorige week? Nou, maar gewoon even dat serieus. Dat jij gewoon niet eens even tegen me zegt, doe je hemd even in je broek. Nee, dat had niet op. Echt, wat een sneu is dit. Je hebt gewoon een radio live. Ja, nee. Ik onthoud me nu van bij de commentaar, anders zijn we nu nog heel lang bezig. Als we het toch over heksen hebben. Mevrouw Kaag. Daar is natuurlijk het nodige over te zeggen de laatste tijd. Nou. En ik heb het idee dat het wel jou geraakt heeft. Nou is het wel zo, we maken deze podcast voor de NPO, hè? Dus ja. Nou, pas ik op vind, je woorden. Ja, wij moeten hier dus toch eventjes een punt van maken. Want mevrouw Kaag ligt natuurlijk alweer onder vuur. Dus je snapt dat ik een geweldige dag heb. Vandaag de voorpagina van Telegraaf.nl was echt alleen maar bagger over Kaag. Ja, ik hou daarvan. Hè. Zo gemeen ben ik dan wel. Maar het is natuurlijk wel vrij ernstig wat er is gebeurd. Hè. Dus de VPRO die heeft een documentaire gemaakt over Kaag. Het grappige daarvan is, niemand heeft die documentaire gezien. Nee. Dus dat is helemaal aan iedereen voorbij gegaan. Maar de schade die dat aanricht nu, zowel aan Kaag, maar ook aan de NPO, waar wij natuurlijk ook voor werken. Ja, die is natuurlijk wel immens. Want het was geen grote verrassing. Hè? De directeur van de VPRO, die documentaire dus uit heeft gezonden, die was vroeger campagneleider voor D66. Ah. Ja, wat wil je dan? En de hoogste baas van de NPO, Shula Rijksman, hè? Zij is nog even de hoogste baas, is straks weg. Maar dat is een van de beste vriendinnen van de vrouw van Kajsa Ollongren. Oh. Die vrouw van Kajsa Ollongren, die maakt weer tv-programma's voor de NPO. Zondag met Lubach en dat talkshow ding met Margriet van der Linden. Het is net een puzzel. Ja, het is één grote D66-kliek, dus... Martin Bosma van het PVV noemt het altijd NPO 66. Nou, dat klopt wel redelijk. Dus het kon geen enorme verrassing zijn dat die hele documentaire natuurlijk gewoon één grote foldertekst was, waar de teksten door het campagneteam van D66 zijn geschreven. Ja. Dat is ook zo. Dat wist iedereen natuurlijk wel. Maar nu heeft dus gewoon, en dat vind ik heel mooi in dit verhaal, gewoon een bezorgde burger, die heeft dat allemaal gewopt. Ja. Dus niet een journalist heeft dat gewopt. Nee, een gewone bezorgde burger. En die heeft het aan geen stijl gegeven. Van jongens, kunnen jullie hier wat mee? En nu kunnen wij dus al die mailtjes lezen. Nou, dat is werkelijk om te smullen. Maar daardoor weten we nu wel dat de VPRO, die toch, ja, die maken ook programma's als Tegenlicht en zo. Uh-huh. Hè? Dus dat is toch het journalistieke geweten van de NPO. Ja, die houden zich dus aan geen enkele journalistieke code. Die laten zich dus gewoon gebruiken voor politieke propaganda, wat uitgezonden wordt als een journalistiek programma. En wij zijn recent natuurlijk onder vuur gekomen van Maart Keulemans, hè, van de Volkskrant. Die dan zei, ja, en jullie moeten je journalistieke verantwoordelijkheid nemen. Nou, weet je, journalistieke verantwoordelijkheid. Ik bedoel, jij bent een DJ en ik ben een autoverkoper die van het spoor is geraakt. Ja. Wij zijn helemaal geen journalisten. Nee. Dat beweren we ook helemaal niet. Nee. Wij nemen gewoon een beetje de week door. Maatschappelijk bewust. Maatschappelijk bewust, politiek betrokken. Ja. Maar journalisten zijn wij natuurlijk niet. Nee, alles en dan klaagt hij over ons bij de ombudsmanvrouw van de NPO. Dus ik ben heel benieuwd. Wat gaat die ombudsmanvrouw, Margot Smit heet zij, wat gaat zij hier nou aan doen aan dit vuiltje? Want het is natuurlijk heel smerig. En minister Slob is aan de Kamer geroepen. Het ligt al bij haar. En Kamervragen zijn er gesteld. En Slob, hè, de minister van Media, nou, die is natuurlijk pis woest, want die heeft in de Kamer gelogen hierover. Ja. Wist hij niet. Die heeft gewoon een mailtje van de VPRO voorgelezen, waarin hij zei, nee, de minister Kaag heeft geen invloed gehad op het programma. En dat blijkt dus gewoon niet waar. Nee, maar het raar daarvan is, ik heb een jaar of twee geleden heb ik een interview gehad met Arie Slob, als non-journalist. Hè? Ja? Arie en ik spraken elkaar regelmatig en we appen elkaar nog wel eens. Jij mag Arie ook zeggen? Ik mag gewoon Arie zeggen. Maar hij komt uit Zwolle, hè, dus dat is voor mij redelijk dichtbij. Jullie appen ook? Wij appen ook met dus elkaar. Dus Poont heeft nu zijn nieuwe status als omroep, waardoor wij meer geld krijgen en meer hebben allemaal aan jou te danken. Nee, dat sowieso niet. Oh. Alles behalve, daar laat ik meer. Maar hij was toen wel heel erg tegen mij van, kijk, voor mij is het belangrijk, zei hij, dat de publieke omroep blijft bestaan. De betrouwbaarheid van het nieuws dat wij brengen is voor hem een van de meest relevante dingen om de publieke omroep in stand te houden. Dat er ergens een richtpunt is waar je op kunt varen als een soort van baken. En je weet, als de NPO dat zegt, dan komt het uit en dan klopt het en dan hoef je daar niet aan te twijfelen. Dat blijkt dus nu
Ja, dat is dus, daar is dus een bom onder ontploft. En dan wordt er natuurlijk gezegd van... ja, maar Poont en WNL, nou, tut. En die laten Thierry Baudet aan het woord. En dat is allemaal maar niks en dat hoort niet in de publieke omroep. En Ongehoord Nederland komt er nu bij. Hè? Nou, diezelfde ombudsman, vrouw van de NPO... die zegt dan ook, ja, ja, moeten we dat allemaal wel willen? Hoor. Dat is allemaal wel heel ingewikkeld. En nu blijkt dan zo'n omroep als de VPRO... die dan door iedereen wordt gezien als nou, een soort van... hè, er moet je een standbeeld voor de journalistiek voor oprichten. Ja, die maken zich hier schuldig aan. Dus... ja. Ja, ik wil niet meteen pleiten voor de opheffing van de NPO in een podcast van de NPO. Zit jij je eigen brood? Ja, maar ik vind wel, Rick, hè, ja. Ook al mogen wij een factuur sturen naar de NPO elke week voor deze podcast. Ja, wij moeten, als het deze podcast dan ten onder gaat hierdoor, dan is het maar zo. Dan bellen we wel naar Rob Stenders of zo. Die zit bij Veronica, misschien mogen we dan daar. Maar we moeten niet voor dat beetje geld wat we hiervoor krijgen, moeten we natuurlijk niet onszelf gaan corrumperen. Dat zou niet kunnen. Maar het is wel zo, want dan komen we zo meteen over te spreken met Evelien Peters. Die is een aantocht. Ja. En Evelien is zeg maar een van de mensen achter het artsencollectief. Daar zitten ook heel veel mensen die gewoon maandelijks hun hypotheek moeten betalen en gezinnen moeten onderhouden. En die lopen ook de hoop tegen van alles en nog wat. Vandaar dat ze dus zichzelf zo uitspreekt. Wat natuurlijk heel mooi is. Ja. Maar ook dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als wat jij nu zegt. Ook al kost me dat de factuur die ik stuur voor dit. Het gaat erom dat de boel wel zuiver blijft. Nou kijk, Evelien Peters, een van de redenen waarom wij haar natuurlijk hebben uitgenodigd deze week, is dat haar artsencollectief, waar gewoon fatsoenlijke artsen bij zitten, zoals zij zelf ook. Allemaal helemaal keurig. Zij is nu nog, weet ik veel, misschien is ze wel aan het opereren of zo nog in het ziekenhuis. Hè. Ze komt hier straks naartoe. Rechtstreeks vanaf, misschien zit er nog wel bloed op haar witte jas, je weet het niet. Ja. Maar die zijn bijvoorbeeld van LinkedIn gegooid. Ja. Dus die laten zich kritisch uit over coronavaccins en het coronabeleid. En dan zijn ze van LinkedIn verwijderd. Dus heel veel artsen die ook wel denken zoals Evelien denkt, durven zich niet uit te spreken, omdat ze bang zijn om hun carrière te schaden. Nou, en daar trek ik wel de streep. Weet je, dan lik ik de plint wel af. Of ik zoek wel een rijke man. Of weet ik veel, misschien luisteren naar een rijke man. Als hij ook nog goed haar heeft en kan zeilen. Dan, ik ben op Instagram en overal te vinden. Ja. Maar dat gaan we niet doen. Nee. Dat gaan we niet doen. Dus we gaan niet met mail in onze mond praten. Dat dus of doe jij dat wel soms? Nee, absoluut niet. Anders, nee, doe jij dat nooit? Nee, maar ik loop je ook enig risico met deze podcast. Ik bedoel, er zijn al heel veel mensen die tegen mij zeggen, de associatie met Marianne Zwageman is misschien wel kwalijk voor je reputatie. Nou ja, zeg. Dat wordt niet bij de NPO gezegd. Maar dat zeggen andere mensen tegen mij. Ja, maar tegen mij zeggen ze, jij maakt een podcast met Marco Borsato. Nee, maar ik geef maar even aan dat het belangrijk is. Kijk, dat heimelijke, dat stiekeme, dat buiten het zicht van anderen, terwijl je jezelf op een voetstuk hebt geplaatst, dan dat soort streken uithalen. Ja. Terwijl wij hier openlijk een podcast maken, waarin we met elkaar van gedachten wisselen en misschien het ook niet met elkaar eens zijn. Dat mag. Dat was het oude debat van vroeger. En dat willen we houden en blijven behouden in deze podcast. Nou, en bovendien, wij sturen geen ingezonde brieven naar de Volkskrant. Niet naar de Volkskrant. Heb jij wel eens een factuur naar de Volkskrant gestuurd? Dat zou ik nog eens moeten doen. Maar een ingezonde brief naar de Volkskrant. Nadat we eerst op ons hoge morele paard zijn geklommen. Ja. Hè, dus eerst staat Kaag in de Kamer Wilders uit te maken voor een verachtelijk mens. Ja. Even voorbijgaand aan het feit dat er 1 miljoen mensen op die man hebben gestemd. Dus wat zeg je dan tegen de stemmers? Hè? Tegen de kiezers op de PVV? Veracht je die dan ook? Ja, ja, dat doet ze. Hè? Want in diezelfde documentaire zat ze natuurlijk op de achterbank van haar limousine. En zei, zat er zo'n poedel naast haar. Zo'n spindokter. En die zei dan, ja, die mensen die op de Forum voor Democratie, wat zijn dat? En dan zegt ze, wie zijn die mensen dan? Nou, ze kijkt zo ongelooflijk op ons neer. En dan gaat ze een ingezonden brief naar de Volkskrant sturen, waarin ze zegt, ja, de toon van het debat moet anders en het kan zo allemaal niet, het is allemaal gevaarlijk wat er hier gebeurt. En zelf gewoon liegen en bedriegen en draaien en het is eigenlijk heel walgelijk als je erover nadenkt. Moedige mensen in deze podcast. We zijn in afwachting van Evelien Peters. Zit jij bovenop het nieuws en roep jij vaak tegen de nieuwslezer op televisie? Ja, hallo, dit is echt de wereld op z'n kop. Blijf thuis. Dan is dit jouw wekelijkse podcast die het wereldbeeld weer een beetje rechtop zet. Zoveel nieuws en nog veel meer meningen, maar hoe zit het nou echt? Dit zijn Marianne Zwageman en Rick van Veldhuizen in de meest uitgesproken podcast, Op z'n kop. En
met Evelien Peters. Goedemiddag. Goedemiddag. Live vanuit de moestuin in Utrecht. Voor jou een prachtige locatie, heb ik begrepen. Prachtige locatie. Ja? Voor recepties, om met de kinderen te komen. Heerlijk. Een heerlijke PR-toon die al meteen aanslaat. Je komt hier vaak, begrijp ik. Ja, ik vind het leuk om hier te komen. Okay. Ja. En het is hier allemaal biologisch en zo. Hè? Want we zitten hier tussen de fruitbomen. Ja. En er is een kas met vijgen en druiven. En ja, als je hier Cola Light bestelt, dan kijken ze je aan. Wat zeg je nou? Cola Light? Dus het is hier, het draait er ook heel erg om gezond eten en zo. Daar ben jij toch ook een beetje van, of niet? Vind ik wel belangrijk. Ja. 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 Je bent van de Artsen COVID collectief. In je vrije tijd ondertussen. Hè? Want je normale werk is heel anders. Je bent de big geregistreerde arts. Wat is je normale omschrijving van je taken? Ja, ik ben internist endocrinoloog. Dus dat betekent alles met hormoonziektes. Hormoonziektes, oké. Okay. Ja. Wat is een hormoonziekte? Dus schildklier, bijnier, suikerziekte. Oh, suikerziekte ook? Oh, dacht dat je dat gewoon kreeg van te veel chips eten. Te veel suiker, en vervolgens moet iemand je daarbij Winegums helpen. Ja, precies. Dat is ook wel een ziekte tegelijk. Winegums eten is ook wel Winegums eten is ook niet heel erg goed voor je. Maar in je normale leven, in je normale bestaan, een big geregistreerde arts, de eet ook afgelegd ooit een keer. De belangrijke eten waar je eerlijk open en vooral iedereen zou helpen op het moment dat diegene zorg nodig zou hebben, toch? Dat is hem. Ja, precies. Dus je belooft of je zweert dat je, dat je vooral geen schade zal doen. Dat als je twijfelt dat je het niet zal doen. En dat je zonder druk van externe partijen je werk onafhankelijk zal doen. In het beste wat jij kan doen voor de patiënt. Dus als de overheid meent dat zij verstand hebben van de medische wetenschap. En jij meent dat zij het volledig mis hebben. Dan ligt het in jouw eet om daar iets van te zeggen. Want die gelofte heb je gemaakt. Ja, dat vind ik echt mijn verantwoordelijkheid. En dat is momenteel aan de orde ook. Precies, dat is precies wat nu speelt. Dat er uit naam van volksgezondheid allerlei maatregelen genomen worden. Waar ik me als arts ernstige zorgen over maak. En dat ik ondertussen het idee heb dat de volksgezondheid eigenlijk alleen maar verslechtert. En dan vind ik het de taak van de artsen, van de medische professionals, om nu hier discussie over te voeren. Ja. De twijfel die er is uit te spreken, daar gesprekken over te voeren en te kijken of we via twijfel en vragen tot het beste beleid kunnen komen. En hoe doe jij dat? Want je bent voorzitter van het Artsen-COVID-collectief. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, dus ik heb in juni vorig jaar, dus precies een jaar geleden, een brandbrief geschreven, omdat ik het dus echt voelde knellen binnen mijn eet. Dus ik heb die geschreven aan collega-artsen, aan een aantal medische beroepsverenigingen en daarna met een aantal artsen ook aan de politiek. En ja, daar kwam heel weinig reactie op. En ook niet de reactie die we hadden verwacht. Want wij maakten ons echt hele grote zorgen. En wij dachten, dat zal toch gedeeld worden over de proportionaliteit van wat er gebeurt. In hoeverre vrijheden worden ingeperkt, grondrechten worden beperkt. Mm-hmm. Uit naam van iets wat in ieder geval geen ebola is. Veel minder ernstig bedoel je dan? Ja, exact. Ja. Dat wordt niet gezegd door mensen in Brabant die daar in die zone hebben gezeten waar het zo toesloeg. Die dachten er natuurlijk aanvankelijk heel anders over. Die dachten dat er een soort van ebola op hun weg was gekomen. En zo is het begonnen natuurlijk. En in maart waren we ook in volle paraatheid. Ik heb op corona-afdelingen gewerkt en meegewerkt aan de spoedroosters. En er vol ingezet. Dus dit gaat niet per se over dat het ziektebeeld COVID-19 niet erg is. Dit gaat er vooral om hoe is het verlopen na die eerste piek. En er zijn ook artsen uit Brabant die bij ons in het collectief zitten. Die zeggen van de maatregelen die over ons worden uitgerold. En dus die inperking van vrijheden. Die is zo discrepant ten opzichte van hoe we het ook zouden kunnen aanpakken. Of hoe we zien wat de impact van de ziekte is. Hoeveel mensen eraan overlijden. Welke groepen worden er geraakt. Dat wij heel sterk voelen dat het anders zou kunnen. En toen jij schreef dus die brief op persoonlijke titel. Ja. Jij alleen of met een groepje? Nee, en dat is goed dat je het even benoemt. Hè? Dus alles wat ik hier zeg is ook op een persoonlijke titel. Dat is heel belangrijk. Want het is niet het doel om mensen te schaden of instituten te schaden. Het is vooral het doel dat vanuit mijn bezorgdheid om de volksgezondheid, om andere mensen, dat ik het zo belangrijk vind om uit te spreken. Ja. En die brief heb ik helemaal vanuit mezelf geschreven. En daar is heel veel reactie op gekomen.
Ik gebruikte LinkedIn nooit en ik zette hem erop en het ging helemaal wild, werd het. Mm-hmm. En daaruit is eigenlijk een groep ontstaan die nog altijd groeit. En vanuit die groep is uiteindelijk het collectief ontstaan. Maar het raar is toch dat je als eerste zou verwachten dat Hugo de Jonge als verantwoordelijk minister, of in ieder geval een van zijn hogere ambtenaren, contact met je zoekt en je vraagt, wat bedoel je nu precies? Kun je het nog nader uitleggen? Want ik heb nog wel wat vragen, want wij kijken daar eigenlijk heel anders tegenaan en kunnen er even over praten. Is dat ooit op enige wijze gebeurd? Nee, dus we hebben wel wat contact met de politiek, met de Eerste en de Tweede Kamer. Maar ja, dan helaas zou ik willen zeggen, alleen met de oppositiepartijen of met de partijen die je nu ook wel in een tegengeluid hoort. Mm-hmm. En verder vrijwel niet. Nee. En want jij zegt Hugo de Jonge, maar die heeft het druk. Die moest naar het Songfestival en met zijn schoenen is hij heel druk. En ik hoorde hem vanmiddag op de radio dat hij misschien TikTok-filmpjes moet maken om nu jongeren te bereiken en ze te overtuigen dat ze die man heeft dingen te doen. Maar die OMT-leden staan natuurlijk veel dichter bij jou. Is er ook niet vanuit dat OMT een hand naar jou uitgestoken van joh, praat dan eens met ons? Want zij bereiden die besluiten natuurlijk allemaal voor de politiek. Ja. Nou, het hele lastig vind ik dat er is wel er en daar wat contact geweest. Dat juist heel veel mensen en ook de mensen in de politiek, want zeker vanuit Herstel NL, waar ik ook bij aangesloten ben, is er uitgebreid met de politiek gesproken. En dat, ik vind dat juist eigenlijk zorgwekkender, dat uit al die gesprekken steeds blijkt dat mensen zeggen, ja, we maken ons ook zorgen. Ja, we zouden het ook wel anders willen. We zitten vast. We zien niet hoe we dan moeten veranderen. En dat is juist zo lastig, want dan denk je van, oké, nou laat ik dan vertrouwen leggen in zo'n partij. Maar als je dit soort dingen dan hoort, dan krijg ik des te meer het gevoel dat wat we doen met het collectief, dat het echt heel belangrijk is. En dat het dus niet meer gaat om de grote instituten. Blijkbaar is er iets aan de hand waardoor de grote instituten waar we altijd op vertrouwden, dat die niet meer de leiding kunnen geven of geven die we nodig hebben. Kun je dat duiden? Kennelijk is er iets aan de hand. Wat is er aan de hand dan? Ja, tegen mij wordt altijd gezegd, als je niet begrijpt, volg dan het geld. Ja. Follow the money. Follow the money, ja. Ja, dus daar zou ik de lead moeten gaan vinden om een beetje te kunnen begrijpen wat hier gaande is. Ik denk dat een goede start is, ja. Dat is toch bijna cynisch? Ja, ik moet zeggen dat de laatste maanden niet heel veel goede andere conclusies of verklaringen kan bedenken. Ja. Waarom we anders in deze situatie zitten. Waarom worden maatregelen genomen die worden genomen? Waarom is in oktober in Frankrijk al bewezen dat er helemaal geen nut is van een avondklok? Roepen we dat hier ook? Niemand luistert. Er is een dreiging op basis van gemodelleerde voorspellingen. Het is altijd een model, is nooit openbaar. Nu weer die vierde golf. Hè? Dat ook die hangt weer gemodelleerd. Hè? Ja. Dus, en de aannames die in het model gaan, de onderbouwing daarvan is flinterdun. Dus als je andere cijfers in het model gooit, krijg je een hele andere uitkomst. En dan snap ik wel dat je aan de voorzichtige kant gaat zitten. Ja. Maar dan nog is er een proportionaliteit. Want hoe mag je mensen schaden? Hoe mag je vrijheid inperken ten opzichte van wat je goed doet? Want we weten dat 85% van de mensen wordt niet ziek of met een snottenbel van corona. We weten dat de grootste groep die in het ziekenhuis komt, dat is een hele duidelijke risicogroep. Dus we weten die risicogroepen, weten we al sinds vorig jaar maart. Overgewicht, suikerziekte, chronische hartaandoeningen, chronische longaandoeningen, ouderen. Leeftijd, ja. En dan is het onwijs vervelende ziekte. Ja. Maar laten we ons daar dan op richten. Met behandeling, met vaccinatie, met maatregelen, met voorlichting. Ja. Alles vrijwillig, hè, dat staat voorop. Maar laten we dat nou doen. En als we dan zien dat het voor kinderen echt een heel risico is. En natuurlijk zijn er de hele heftige, ernstige die worden opgenomen. Maar dat is op één hand te Maar ook tellen. Dat zijn toch kinderen die dan al leukemie hebben of iets anders ernstigs onder de. Onder. Maar we gaan het zo nog even uitgebreid over die kinderen hebben. Hè? Want dat is natuurlijk ook een van de redenen om jou deze week te willen spreken. Omdat dat prikken begint morgen, hè? Donderdag zijn de vrijdag, eerste. Volgens mij ben je als uitgenodigd. 17-jarigen mochten in ieder geval deze week al hun prikje komen halen. Zeker. Ja, huiveringwekkend. Maar voordat we daar naartoe gaan, nog even naar jouw collectief. Ja. Jij was in je eentje, je zat op je zolderkamertje, je schreef een brief.
En hoe ziet het artsen-covid-collectief er vandaag uit? Hoe groot, hoe impactvol is het? Ja, dus wij zijn vlak voor kerst zijn we begonnen met de stichting, met het collectief. En we hebben op dit moment 1500 medisch specialisten, BIG geregistreerd. Dat zijn niet allemaal artsen, dat zijn ook klinisch chemici, microbiologen. Er zitten ook wel wat verpleegkundigen bij, maar dat is niet wat wij... wij zijn een collectief van medisch specialisten. Okay. En je hebt zorgmedewerkers verenigd, daar zitten... Ja. Vooral ook veel verpleegkundigen bij. Dus het zeker zitten die ook bij ons. Maar je hebt er dus 1500 medisch specialisten zijn bij jou aangesloten. En dus, hoeveel procent is dat van de totale beroepsgroep? Ja, dat is, vind ik nog schrikbarend weinig. Ja? Ja. Want hoeveel medisch specialisten zijn er in Nederland? Tienduizenden. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ik denk bijna 70.000. Maar als je zegt, het zijn er best wel weinig, ben je dan niet gewoon een splintergroepje? Ja, ik zie ons altijd als een soort guerrilla-beweging. Ja, maar dat heeft een negatieve connotatie. Guerrilla betekent over het algemeen dat je tegen de wet en tegen de orde aan het knokken bent. Wat natuurlijk niet het geval is. Want je handelt naar je eet. En die eet heb je afgelegd. Dus de vraag is, met wie ben je nu in de strijd? En wat ik heel opmerkelijk vind ook bij mensen die op een gegeven moment een zeer uitgesproken mening hebben. Of het anders vinden. Die worden vaak koud gesteld. En raken daarna gefrustreerd. Omdat ze niet gehoord worden, terwijl ze met plausibele dingen komen waarvan je zegt van nou, dat snijdt hout. Dat moet toch bij jou op een goed moment ook zo zijn dat je bij jezelf denkt, jeetje, wat heb ik nou nog nodig? Heb ik een geweer nodig om mensen wakker te maken? Want je wordt natuurlijk heel activistisch daar verloop van tijd. Ja, ik heb dat persoonlijk helemaal niet. Al vind ik wel dat er moet wel beweging komen. En mensen om ons heen zeggen wel van ja, jullie zijn te soft. En stop met verbinding zoeken. Maar ik denk juist dat het enige is wat we kunnen doen. En het heeft volgens mij geen nut om angst met angst te bestrijden. Nee. En dat is wat naar mijn idee de overheid maximaal aan het doen is de afgelopen maanden. Gewoon mensen continu in onzekerheid houden, in angst houden. Daar zie ik niet zoveel in. Ik zie enorm veel in de verbinding. Ik denk dat er voor de volksgezondheid ook veel beter is. En als je dan kijkt, bij ons zitten gynaecologen, zitten intensivisten, zitten bij heel veel huisartsen, internisten, reumatologen. Ja, we hebben echt van chirurgen, psychiaters. Dus het is echt breed. Ja, maar dus ook heel veel niet. Hè? Dus ik wil je niet kleiner maken dan je bent. Want 1500 artsen die zeggen, jongens, let nou eens even op, er gaat hier iets niet goed. Dat medisch specialisten, niet 1500 artsen. Ja. Dat lijkt mij een serieus te nemen signaal. Maar er zijn er dus tienduizenden... die dat blijkbaar niet voelen. Of voelen ze het wel en willen ze op een of andere reden zich niet uitspreken daarover? Nou, ik denk als je achter gesloten deuren, als wij mensen spreken, dan zijn er heel veel meer mensen het wel met ons eens. Zelfs mensen die zich heel hard tegen ons uitspreken op de social media, daar zijn we mee in persoonlijke gesprekken geweest. En die zijn het voor heel groot deel gewoon met ons eens. En dan op details niet. Dus dat is, en heel veel mensen hebben of niet de behoefte om zich aan te sluiten. Maar wat ik heel erg zie is als je met mensen in gesprek gaat. En dan is het helemaal niet van belang of je arts bent blijkbaar of niet. Dat mensen zich niet verdiepen. Het merendeel van mijn collega's verdiept zich niet. Weet er gewoon niet zoveel volgzaam. Van. En ja, nou, volgzaam omdat ze zeggen, wij zijn, hoe specialistischer je bent. Dus ik heb 18 jaar opleiding achter de rug. En in die opleiding word je steeds meer een postzegelspecialist. Wij worden steeds meer geleerd. Er is natuurlijk, kennisverdubbeling gaat ongelooflijk snel. Dus je kunt ook niet heel breed meer zijn. Maar ons wordt denk ik bewust of onbewust ook geleerd van blijf nou binnen je eigen vakgebied. Blijf nou binnen je eigen kleine postzegel. En de rest, daar zijn andere experts voor. En dat is heel raar, want jij bestaat niet uit een long of een nier. Nee. Je bestaat uit een heel geheel. En om jou heen is ook nog eens een heel systeem. En met je invloed. Wordt ook breed opgeleid. Hè? Hoorde ik Marcel Levy zeggen laatst in de college tour. Die pleitte juist voor. Hè? Hij zegt, als ik minister van Volksgezondheid word, dan wil ik juist weer dat artsen in de breedte kunnen kijken. Want je wordt ook breed opgeleid. Dus dat je dan in de praktijk maar een heel klein veldje mag bestrijken, is eigenlijk een beetje in strijd met je opleiding. Nou, dit is een enorme golfbeweging. Hè? Dus je komt van heel generalistisch. En de afgelopen 10 jaar is het naar heel specialistisch gegaan. En dan komt er nu weer de golf en de oproep naar meer generalistisch. Dat is denk ik gewoon een golfbeweging. Maar het feit is dat er ook... En we hebben niet een hele erge liability cultuur in Nederland. Maar dat artsen wel heel erg zeggen van... Oeh, maar dat is niet mijn gebied. Daar weet ik niet zoveel van. Dus onthoud ik me van... Hier had je voor gewaarschuwd. Ja, je moet gewoon opnemen nu. Want er kan iemand dood liggen te gaan. Nu die jij moet redden. Je eet roept. Leeft de patiënt nog?
De patiënten leven nog, gelukkig. Natuurlijk. Ja. We willen het niet op ons geweten hebben dat iets fout gaat, terwijl jij hier een podcast zit op te nemen met ons. Maar goed, een dokter moet af en toe ook heel even andere dingen kunnen doen. Dat blijkt maar. En hoe belangrijk een dokter is, dat bleek ook maar weer even. Hè? Want ja, zonder jou gaat er heel veel mis. Maar nu we toch even die break hebben gemaakt, misschien toch even goed om even deel 2 van onze tijd die we hebben te nemen voor datgene wat ik net hoorde in de auto. Maar eigenlijk, ik kwam hier eigenlijk helemaal, volgens mij hebben de mensen die meegingen dat kunnen zien. Ik zat een beetje zak en as, want ik heb een kind van 14 jaar. En Hugo de Jonge zei, al dus de nieuwslezer, dat het heel goed is dat wij gezonde jonge kinderen gaan inenten. En dat we daarmee eventuele kwalijke gevolgen voor straks in de tijd dat virussen weer hun werk kunnen gaan doen, kunnen gaan verminderen. En ik vond het zo erg om dat te horen. Kijk, een volwassen mens moet zelf bepalen of hij zijn prik of zij de prik neemt. Maar de kinderen praten vaak in het narratief van hun ouders of misschien van hun vrienden. Maar die hebben ook maar één belang, is dat de wereld open gaat. En ik werd echt helemaal chagrijnig van dat bericht. Kan je dat iets bij voorstellen? Of niet? Nou, het is ongelooflijk. Ik voel me daar hetzelfde bij. En het is natuurlijk, kinderen die willen vooral erbij horen en zorgen voor. En dat hebben ze de afgelopen 12 maanden al ongelooflijk goed gedaan. Hè? Of hoe ver zijn we ondertussen? Ja. En ze hebben zich al opgeofferd. Vroeger was je kind 2 dagen thuis en dan stond de inspectie op de stoep. En nu kunnen scholen weken dicht. Ja. En dan is dat niet zo erg. Het lastige is dat de kinderen die het niet zo heel makkelijk hebben, die niet in een groot vrijstaand huis hebben, die hebben het nog zwaarder. Hè? Dus met al die maatregelen raken we de kant van de maatschappij die het al moeilijk heeft het hardst. En hiermee ook weer. En deze draai, ik had hem niet verwacht. Ik had hem niet zo snel verwacht. En ik vind het qua ethiek en moraal vind ik hem heel moeilijk. Ik vind het heel belangrijk dat zolang we weten dat we met de huidige vaccins niet groepsimmuniteit kunnen opbouwen. Dat we weten dat het niet voor 100% zal voorkomen dat als jij gevaccineerd bent, dat je iemand anders niet meer kan aansteken. Zolang we dat niet zeker weten, doe je het dus alleen maar voor jezelf. En de bewijzen dat het tot groepsimmuniteit kan leiden. En dat je anderen echt niet meer kan besmetten, die zijn er niet op dit moment. En dat betekent dus dat je kinderen niet mag inzetten als schild naar ouderen. A, dat het gewoon niet heel veel nut heeft. Het is niet zo. Het is een schild met gaten erin. En het is enorm, ja. En dat is het rare van deze tijd, dat we steeds meer met twee maten aan het meten zijn. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar een middel als ivermectine, hè, waarbij wat enorm in opspraak is geweest, waar, nou, ik weet niet, er zijn denk ik meer dan 20 onderzoeken nu die aangeven dat het mogelijkerwijs heel gunstig zou kunnen werken. En we kennen het al heel erg lang. Het heeft vrijwel geen bijwerkingen. En als ze er zijn, dan zijn ze niet schadelijk en niet voor de hele lange termijn. Daar wordt heel strikt naar gekeken. Dat moet absoluut 100% vaststaan dat het effectief heel veel nut heeft en helemaal veilig is. Anders gaan we het met zekerheid niet doen. Ook niet in hele kwetsbare, superoude mensen bijvoorbeeld, waar je zou kunnen starten. Hè? Ja. We doen in Nederland daar ook eigenlijk geen onderzoek naar. Terwijl we zo zouden kunnen randomiseren tussen verpleeghuizen. Dit verpleeghuis wel, dat verpleeghuis niet. Gewoon vragen of mensen dat willen. Hè? Want als ze een worminfectie hebben, dan krijgen ze het wel. Dat mag allemaal niet. En daar krijg je boetes voor, krijg je kliklijnen voor. Dus dat gaat verder dan ooit. En aan de andere kant hebben we vaccins met technieken die we nog niet langdurig hebben onderzocht. Die nog niet grondig in dierproeven zijn onderzocht. Die nog niet in jonge populaties zijn gegeven. Waar we geen idee van hebben wat ze over 2 jaar of 5 jaar of 10 jaar of 30 jaar doen bij mensen. En die geven we nu aan populaties die van corona zelf niets te vrezen hebben. Maar echt 0,0 te vrezen hebben. Ja. Want we hadden natuurlijk laatst Dick Bijl in de uitzending een paar weken geleden. Nou, die noemde dat ook zo even op, hè. Die zei die vaccins, we weten niet of ze kankerverwekkend zijn. We weten niet of ze dingen doen met de ongeboren vrucht. We weten niet of ze iets doen met het genetisch materiaal. Nou, die man die heeft er behoorlijk kijk op. Hè? Die heeft zijn hele leven niks anders gedaan dan dit soort onderzoeken bestuderen. En hij is onafhankelijk. Hè? Van hem weet je het zeker. Want hij heeft het zelfs wel moeilijk, denk ik, door druk die op hem wordt uitgeoefend. Maar je weet in ieder geval dat hij geen financiële belangen heeft. Dat hij geen winst heeft bij de dingen die hij zegt. Maar hoe kan het dan dat er artsen zijn die anders hierop reageren dan jij? Want artsen staan gewoon ook die spuitjes in de armen te zetten van mensen. Wat begrijpen wij daar dan niet aan? Kijk, 99% van alle artsen zal het allerbeste voor hebben. Maar
Ja, ik weet het niet, maar mijn zorg is dat mensen zich onvoldoende verdiepen en dat mensen zeggen: het is ook niet. Ook de artsen. Ook de artsen. En dat de mensen, dat artsen zeggen: nou, het is niet mijn vakgebied, dus ik volg mijn beroepsvereniging, dus ik volg de grote instanties. En dat is natuurlijk heel oké. Okay, we zijn heel erg geprotocolariseerd. We zijn heel erg richting kookboekgeneeskunde aan het gaan. We zijn Wat heel is erg, kookboekgeneeskunde? Nou, dus dat je protocollen volgt en dat je het dan goed doet. En de bereidingswijze. Ja, niet zelf nadenken. Nou, 5 gram van dit, oké, dan doe je dat. Ja, er is ongelooflijk veel kennis. Dus om overal veel of voldoende van te weten, dat is best intensief. En maar dat is geldt voor jou toch ook? Want jij hebt een hele lange dag in het ziekenhuis achter de rug. Vervolgens kom je haast hier naartoe om met ons te praten. Tussendoor staat jouw telefoon aan. Want als er iemand in de problemen komt, moet je hals over kop naar het ziekenhuis. Terwijl andere mensen zijn nu gewoon lekker al in de file op weg naar huis. Jij bent ook God niet. Jij kan toch ook niet van alles weten buiten jouw specialistische vakgebied. Dus hoe weet jij nou zo zeker dat jij het goed ziet? Nou, in juni vorig jaar is het heel erg begonnen op een onderbuiksgevoel en op het kijken naar bijvoorbeeld griepcijfers uit 2018. Naar het kijken, zijn er andere mogelijkheden? Naar het kijken, is het proportioneel de inperking ten opzichte van de ziekte waar we eigenlijk mee te maken hebben? En wordt er met nieuwe inzichten beleid bijgesteld? Op het moment dat we na 1-2 maanden zien dat een maatregel niet werkt, op het moment dat we uit het buitenland weten dat een maatregel niet werkt, wordt die dan afgeschaft? En dat gebeurt allemaal niet. En daardoor is het voor mij enorm gaan wringen en ben ik me gaan verdiepen. En vorig jaar wist ik heel weinig van PCR-testen. Nou, we hebben nu net een stuk ingediend over PCR-testen met een microbioloog, met een klinisch chemicus. Ondertussen kan ik daar heel wat over vertellen. En dat geldt voor al mijn collega's. Als je je gaat verdiepen, als je je 8 maanden inleest in een onderwerp, dan weet je er hartstikke veel van af. Mag ik jij nog iets vragen als arts? Want ja, je bent gewoon per slotverrekening arts. Kijk, wij hebben een autonoom lichaam. Het lichaam handelt zelf en is zodanig in elkaar gezet dat het afweermechanisme ook uit zichzelf maakt. Maar ook dat bijvoorbeeld, als ik het koud heb, dat ik me kan leren om het iets minder snel koud te hebben. Het lichaam is adaptief van aan denkvermogen. Zijn wij nu niet bezig om zelf onze lieve te spelen, want dit is een heel kundig samengesteld lichaam. Het lichaam heeft natuurlijk af en toe wel zijn fatale momenten dat je denkt van nou, dat had beter gekund. Maar zijn we niet bezig om door dit soort dingen te doen eigenlijk het systeem, vooral ook van jongere mensen, maar van jongere mensen die gewoon eigenlijk bezig zijn, die hebben nog een volledig onbedorven lichaam. Daar is nog geen alcohol, drugs in gegaan. Het is allemaal nog redelijk rein. Om dat gewoon helemaal kapot te maken eigenlijk op die manier. Want we bemoeien ons met een gezond systeem. Ja, nou, het is wel interessant wat je zegt, want we De maatregelen van de afgelopen maanden zijn zo onnatuurlijk dat we daarin wel, en de kinderartsen hebben een hart vastgehouden en misschien wel voor komende herfst weer, dat heftiger zou zijn. Omdat als je mensen uit elkaar houdt, jouw afweersysteem moet leren. Hè? Dus wij moeten contact hebben, wij moeten handen geven en knuffelen, want dan leert mijn afweersysteem. En als jij een snotneus hebt, dan krijg ik een beetje van het virus mee en daarvan leert mijn afweersysteem. Exact. En als ik het dan tegenkom, is de kans dat ik er ziek van word kleiner. En dat hebben we de afgelopen maanden heel erg naar beneden bijgesteld. Dus onze afweersystemen hebben heel veel minder geleerd. En de vraag is wat dat gaat opleveren. En vervolgens weten we nu dat als je corona hebt meegemaakt, of je daar nou klachten van had of niet, dat je daar een goede eigen afweer voor opbouwt. Ja. Die waarschijnlijk heel lang blijft. Maar die staat niet in je gele boekje, dus je hebt er niks aan. Nee, maar die is wel even goed als de vaccinatie. Hè, of daar wordt naar gekeken, maar tot nu toe lijkt het even goed te zijn. En lijkt vaccinatie niet beter te zijn dan het natuurlijk in aanraking komen daarmee. En dan zou je ook weer kunnen denken, want dan als we terugkomen bij die jongeren vaccineren als schild voor anderen, dan moet je denken, waarom doe je dat? Doe je dat omdat je bang bent dat de capaciteit instort? Ik weet geen andere reden op dit moment. En dan is de vraag, dan gaat het dus om mensen die werkelijk ziek worden met het virus. En dan gaat het niet over positieve testuitslagen. We kunnen heel lang over de testen spreken, hè, want we weten, het wordt steeds hoger gepubliceerd, dat de test betekent niet dat je besmettelijk bent. De test betekent niet dat je ziek bent van corona. Daarvoor heb je gewoon een dokterscontrole voor nodig om te besluiten wat die test betekent. Dus daar is al heel veel over te zeggen. Maar als je dus waar we nu mee bezig zijn, is dat we zeggen, we hebben het R-getal werd tot vorig jaar juni
berekend op basis van ziekenhuisopnames. En sindsdien wordt het berekend op basis van positieve testen. Waarvan de vraag is wat die positieve testen betekenen. Als je dan vervolgens dus gaat zeggen dat niemand besmet mag raken, dat is heel erg vreemd. Want 85% van iedereen die besmet raakt, die wordt er helemaal niet ziek van. Of die wordt er alleen maar verkouden van. Dus het gaat het hele denken over dat we moeten voorkomen dat mensen het krijgen, dat vind ik pertinent onjuist. Je moet juist zorgen dat degenen die niet kwetsbaar zijn, die niet oud zijn, dat die het krijgen. Eigenlijk waar we vorig jaar maart mee begonnen, want dat is je natuurlijke schild. Herd immunity. Herd immunity. En als het dan voor kinderen, als je ze dan als schild wil gebruiken, want daarvoor moeten ze zich nu vaccineren, laat ze dan gewoon hun leven leven. Laat ze naar festivals gaan, laat ze feesten hebben, laat ze met iedereen in contact komen en knuffelen. Ja. En laat ze het allemaal in contact komen met het virus, juist in de zomer, waarin het in de ziekenhuizen rustig is. Ja. Want daarna zijn ze die bescherming naar de risicogroepen toe. En de vaccinatie die beschermt goed tegen ernstig ziek worden. Dus voor risicogroepen is het zinvol om dat te nemen. En die hebben we allemaal gevaccineerd. Dus die hoeven daar ook helemaal niet meer bezorgd om te zijn. Dus als er nu een nieuwe variant komt, welke variant dan ook. En die is besmettelijker. Ja, natuurlijk. Want het virus wordt altijd besmettelijker. Want dat doen virussen. Dat doen ze nou eenmaal. Maar worden er meer mensen ziek van? Nee. Liggen er in het Engeland meer mensen in het ziekenhuis nu, terwijl ze vooral Delta variant hebben? Nee. Maar waar komt dat vandaan dan? Want ik vind het klinkt zo logisch. Ja, je raakt me gewoon. Maar ik denk tegelijkertijd, dit zei mijn moeder volgens mij vroeger ook. En dat was absoluut geen medisch onderlegd iemand. Wij mochten geen handen wassen. Wij moesten in de sloot vallen. En dan mochten we na 3 dagen pas douchen. Als het op de grond viel, dan pakte mijn moeder op zijn blik. We likten het van de grond. En zei zo, alsjeblieft, opeten. Ja. Huppakee, klaar. Dus dat een hele andere vorm van groot worden. Maar ik ben hier zo blij mee. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat je klein bent in aantal. Dat maakt me dan ook weer zorgen. Tegelijkertijd vind ik ook een held van de vrouw. Elke arts weet dit toch? Maar jij durf je er wel over uit te spreken. Dus waarom ben jij dan degene die dit wel durft? Met alle risico's van dien. Want dit wordt je misschien ook aangerekend. Nou, ik denk dat er veel meer mensen zijn die er genuanceerd over nadenken. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die hun mond houden omdat ze denken dat ze er niks over te zeggen hebben, omdat het niet hun vakgebied is. Ik pretendeer niet de waarheid hebben, maar ik denk wel dat ik er op een logische manier over nadenk en voldoende op heb ingelezen en dat het belangrijk is om deze discussies te voeren. En de argumenten die er tegenin worden gebracht, die vind ik dus heel vaak gaan over onderzoek waarvan ik denk, nou, ik vind de kwaliteit niet bijster goed. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Pfizer-vaccinonderzoek, is de controlegroep al van opgeheven, want die hebben ze ook allemaal gevaccineerd. Dat is voor onderzoek, is dat een doodsteek. Je kan nooit meer gaan kijken wat nou het verschil is tussen de controlegroep en de gevaccineerde groep. Als je kijkt hoe er over onderzoek naar ivermectine wordt gedaan, dat het slecht is en onvoldoende goed is gedaan, dan zou ik A zeggen, laten we het hier dan meteen heel goed gaan doen. En B, als je daar zo kritisch naar kijkt, waarom kijk je dan niet op dezelfde kritische manier naar deze vaccin onderzoeken. Dus dat vind ik heel lastig. Hè? Want mensen zeggen dan van ja, maar daar is heel veel onderzoek naar. En dat gemodelleer vind ik dus heel lastig. Want als je in een model stopt dat het wel 100% beschermt, dat het tegen alle varianten zal werken. Wat we net allemaal zeiden. Dan krijg je iets heel anders uit je model. Je weet toch ook dat ieder model kun je zo zelf modelleren als dat je wilt. Ja. Het is wat je erin stopt, wat je eruit krijgt. En je zou denken dat mensen dit ook weten. En op een of andere manier zitten we op een soort snelweg. Zijn we in de trein gestapt en vinden mensen het moeilijk om daar maar op terug ik te hoorde kijken. Hugo de Jonge net op weg hier naartoe, hoorde ik hem bij BNR op de radio zeggen, die 14-jarige die 17-jarige, die moeten zich nu allemaal laten vaccineren. En hij zei echt nadrukkelijk, ook voor hun eigen gezondheid, ook ter bescherming van hun eigen gezondheid. Je wordt er knettergek van. Je doet het om je opa en oma te beschermen, maar je doet het ook voor je eigen gezondheid. Ja. Hij zei het net echt een half uur geleden. Ja, maar waarom? Maar dat vind jij onzin dus. Ja. Nou, ik ken niet de onderbouwing, de wetenschappelijke onderbouwing daarvan. Maar praat eens even bij. Wat zijn de eventuele gevaren dan? En dus de bijwerkingen voor het toedienen van het vaccin aan kinderen tussen 12 en 17 jaar? Nou, het vervelendste is dat in de onderzoeksgroep, daar zaten gewoon niet heel veel kinderen. Dus alles wat vaker dan 1 op 2000 keer voorkomt, dat is daar niet uitgebleken. Ondertussen hebben we in de wereld miljoenen kinderen gevaccineerd. En de vraag is hoeveel gemeld is van de bijwerkingen die ze hadden. En hoeveel bijwerkingen er op wat latere termijn nog gaan optreden. Dus dat is, en zolang je die onzekerheid hebt, zouden we normaliter altijd zeggen wat ik net zei, van in de eet, bij twijfel niet doen. Ja. En ook niet bij twijfel van één. Want ik las ook een stuk in de Parool, geloof ik, waar Dick Bijl dan ook aan het woord kwam. Die maakte die vergelijking met die vaccins tegen die Mexicaanse griep. Ja. Daar is toen bij een heel klein aantal kinderen, 10 of 20 of zo, maar is dat behoorlijk slecht afgelopen. Hè? Die hebben die slaapziekte daaraan overgehouden. Narcolepsie heet dat, geloof ik. Ja.
Die hebben ook een schadevergoeding uiteindelijk gekregen na lang touwtrekken en zo. Dan kan je zeggen, ja god, ja, 10 kinderen, ja, vervelend voor die 10 kinderen of 20. Ze hebben nog heel leven voor zich. Jawel, maar goed, weet je, er loopt vandaag ook een kind onder een auto. Ja, en er ligt ook vandaag een kind dood te gaan in het kankerziekenhuis. Dat je denkt, ja, er sneuvelen 10 kinderen. Of moeten alle kinderlevens dan wel gered worden? Nou, maar als je niet hebt bewezen dat je je kwetsbare groepen gaat beschermen hierdoor, dan weegt het niet ertegen op. Ja, en ze sneuvelen voor niks. Ja, dus als er kinderen zouden overlijden als gevolg van vaccinatie, dan hebben ze daarmee een groter risico gelopen dan met corona. En ze hebben er niemand mee beschermd. Evelien, één ding wil ik nog wel even van je weten. Je bent in het dagelijks leven arts. Je verhalen komen bij mij binnen. Ik kan me ook zo voorstellen dat het bij andere mensen ook zo is. Als je in het dagelijks leven werkt, heb je hinder van dit alles? Heb je het gevoel dat dingen je worden tegengehouden omdat je zo in debat gaat en wat eigenlijk normale mensen zouden moeten doen, met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp? Is het leven voor jou nog in dat geval net zo aangenaam als voor corona? Nou, het is een hele intense, hele leerzame periode geweest de afgelopen maanden. En op mijn werk gaat het allemaal goed. En ik probeer dat heel goed gescheiden te houden. En nogmaals, ik heb niet de waarheid in pacht. Niemand. En ik ben geen expert op al deze gebieden. Maar ik denk dat ik met common sense en gewoon medical sense wel bepaalde vragen stel die heel belangrijk zijn, waar discussie over zou moeten zijn. En het zou opvallend zijn als daardoor mensen zich bedreigd voelen. Ja. En daardoor vinden dat er niet mag zijn. En ik vind op dit moment, heb ik in mijn werk er geen last van. Ik vind ook mijn werk ongelooflijk leuk. Ook niet dat patiënten bijvoorbeeld zeggen, ik wil niet naar die dokter, want die zegt rare dingen over corona of zo. Nee, heb ik nog helemaal niet meegemaakt. Ik hoor wel om me heen en vanuit het collectief zijn er wel echt andere verhalen. Dus er zijn mensen, er zijn artsen met zwijgcontracten. Er zijn artsen die op non-actief zijn gezet. Er zijn artsen ontslagen. Er zijn zelfstandige medisch specialisten. Bijvoorbeeld in vaccinontwikkeling die gewoon hun opdrachtgevers kwijtraken. Dus dat is het lastige. Is dat ik denk dat wij ons proberen uit te spreken vanuit verbinding. Maar dat de mensen die zich uitspreken het wel zwaarder hebben dan de mensen die in het overheidsbeleid zitten. Laten we afspreken dat we met elkaar blijven praten en dat we elkaar niet wegzetten. Ben je al een keer weggezet als wappie of als ontkenner? Nou, Carol Pointer probeert bij tijd en wijle. Ik vind het gênant als mensen dat doen. Ik ook. Vroeger hadden we een goed gesprek met elkaar. En dan konden we het met elkaar oneens zijn, maar we hadden wel een goed gesprek. En het goede gesprek heb ik in ieder geval nu wel mogen ervaren. Dank daarvoor. En ik wens je heel veel succes. En ik, misschien vind je het heel vervelend en dat ik het tegen je zeg, maar vind je een dapper mens. Ah, dankjewel. NPO Radio 2.